Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Ik ben een theetje aan het drinken en ik ga First Dates kijken. Wie vindt dat nog goed? Ik vind dat wel tof om te zien, First Dates. Dat is wel, het heeft zo zijn charme, dus dat is wel tof. En ondertussen is mijn ventje eten aan het maken. Hè. Niet op de afwas letten. Dat moeten we zelfs nog allemaal doen. En baby is oats aan het maken. Hè. Hé, schatje. Nu ziet dat er toch weer zoveel uit, nee? Dat is met de melk misschien. Ja, dat kan. Oké. Okay. Ik hoop ook dat dat niet te veel melk is. Ik vertrouw, ja. Rosine. En we gaan zelfs, als we klaar zijn, naar Geel vertrekken. We gaan 2 dagen op Niels zijn appartement blijven. Omdat we zijn er al nu meer dan een week niet geweest. En ja, Niels moet ook natuurlijk zijn. Zeg maar. Die gaat vanzelf af? Ja, die gaat vanzelf af. Niels moet natuurlijk ook zijn rekeningen en zo betalen en zien wat daar is aangekomen en zo'n dingen. Dus daarom gaan we naar daar. Dat mag nog, zolang je met de 2 bent natuurlijk. En aangezien wij toch een gezinnetje vormen. Ik ga wel mijn katten missen na zo lang met mijn katten elke dag te zijn. Dus dat gaat wel raar zijn. Maar ja, morgenavond zijn we al terug. Dus ça va. En het wordt kei mooi weer. Het wordt 21 graden vandaag en morgen. Dus dan gaan we zonnen, hè. Ik ga mijn bikini meenemen. Misschien een beetje te vroeg, maar volgens mij daar op Niels zijn terras, als er geen wind is en zo, dat echt zalig is. Muffin! Niet aan de zetel krabben. Dus that's the plan. Yummy, brekkie. Ziet er goed uit, hè. Yum, 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 yum. Sitting on my own, singing alone. Dancing in the middle, guess it's my jungle. Ondertussen zijn we bij Niels aangekomen. Ik heb mijn bikini aan. Het is echt heel fijn als je buiten in het zonnetje zit. Dus zalig. Wel een beetje vakantie. Ik heb mijn zonnecrème niet bij, maar Niels heeft deze. Het is maar factor 15, maar ik hoop dat ik niet ga verbranden hiermee. Maar ja, zo fel is de zon nog niet. Hè. Ik krijg dat wel niet open. Ziet hem eens, mijn liefje. Fijn, hè? Hè? Fijn, hè? Ik lig goed, hè? Ja. Dat vind ik het enige spijtige, dat ik geen groter terras heb bij mij. Maar ja, ça va. Op mijn terras kun je ook met 2 zitten, hè. Maar niet per se... Liggen op, maar wel zo. Ja. Liggen gaat, maar naast elkaar dan, of zo. Met elkaar stenen in onze mond. Ja. Of naast elkaar, juist. Dus, vind je dat vies als iemand zweet en dat zo plekkerig is in de zomer? Ikke? Ja. Dat hangt er vanaf wie dat is, hè. Ja, stel nu in de zomer... Als je een vieze veld is met ja. Veel lichaamshaar en die komt dan tegen mij lopen, ja, dat heb ik niet zo graag. Nee. Maar stel, we zijn op vakantie en we liggen op het strand. Ja. Het is echt 35 graden of zo. Begint hier al Q&A of wat? Nee, gewoon een vraag. Je bent echt allebei hard aan het zweten wel door de zon en dan wil ik je knuffelen. Wel, dat mag, hè. Ja? Tuurlijk, waarom niet? Dat is fijn. Ja, dan veel mensen vinden dat vies, hè. Ik haat zwemmen. Ja, ja. Ik ben thans een vis, maar zwemmen doe ik niet graag. We weten dat ik op het water het hardste brouw. Ja, ik weet het. Alhoewel, zwembad vind ik wel leuk. Zee vind ik ook leuk, maar niet te lang gewoon. Zo 5 à 10 minuten. En de zee moet warm zijn. Ik heb ooit eens op de zee in Turkije gelegen en Er waren allemaal stenen. Ah, oh, nee. Ja, dat is in Ibiza ook heel veel. Vuil
zo. Ja, Ibiza was ook zo, hè. Ja, Ibiza, het strand wat ik het leukste vind bij Amante Beach Club. Ik weet niet of je dat kent, zo in de berg precies ligt die beach club, die ligt zo hoog. En dan daaronder is het strand. Ah, ik heb die wel gezien, ik heb dat wel gezien. Bij mij, of wat? Nee, ik ben ook al in Ibiza geweest. Hè. Ah, oké, okay, ja. Ja, dat weet ik. Maar Amante Beach Club is echt mijn favoriet. Maar dat is een stenen strand. En dat is echt kut. Ja, je moet echt met je slippers of met waterschoentjes of zo aan de zee gaan. Maar ik heb geen waterschoentjes. Dat zijn van die plastic schoenen voor kinderen. Ja. Lang geleden. Ik zou mijn slippers wel aandoen. Ja, ik ook. Teenslippers. Niels heeft eten gemaakt. Yummy. Mozzarella slaatje. Of mozzarella tomaat slaatje met rucola. Maar het ziet er lekker uit. Dank je, baby. Papa, heb je al gedoucht eigenlijk? Oh, oké. Strak, hè? Strak. Ja. We zijn ondertussen een, ik weet niet of je dat zo ziet, maar een live sessie van Thomas Klaps aan het volgen. Thomas is the lover from my friend, Alessandra. Het is wel zomervibes nu, vind ik. Techno, schatje. Ja? Hoe, maar dat is toch chill, nee? Ik vind dat wel chill. En we hebben net bezoek gehad van, allez, bezoek, helemaal daaronder aan het terras. Van Niels zijn mama en zijn stiefpapa en van Niels zijn moeke en vaken. Of fokke. Of hoe noemt je die? Fokke. Fokke en moeke. En hoe noemde u andere dan? Va. En moe. Of va. Oh nee. Zouden uw ouders dat ook willen als naam? Hoe zouden die graag genoemd willen worden? Ik weet, mijn papa wil zo graag, als ik ooit kindjes krijg, opa genoemd worden. Dan moet, mijn papa is de opa. En dan mami en papi of zo. Mami en papi, ja, zoiets. Denk ik. En dan mijn ouders, opa en oma. Goed? High five. Ondertussen zijn we aan het koken. En gezien we geen barbecue hebben, gaan we de vleesjes gewoon in de pan doen. We gaan asperges erbij doen. En het slaatje. En een beetje guacamole ga ik maken. En nog wat worteltjes, denk ik. En Niels gaat ook nog brood toasten voor erbij. Lekker. Tijd gaan toe. DM's aan het antwoorden en onze video kan te posten. Mooie moves. Vijf punten op vijf. Dank je. We hebben net gedoucht. We hebben theewater opstaan. En gaan we tv kijken. Blind Getrouwd is er ook vandaag. Maar ik ga hier de vlog afsluiten, want ik ga deze monteren voor morgen, anders heb ik morgen niks. Ik was een beetje laat op de vlog game. Maar ik moet nog monteren. Maar ja, ik doe dat wel terwijl. Hè. Ik kan monteren en tv kijken tegelijk. Wow. I'm a pro, hè. Hopelijk. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Doe zeker. Thumbs up. En dan zien wij jullie volgende keer. Woohoo!
Ja.